Medisch Centrum Amsterdam wint alsnog van geplaagde patiënt PSV. Dick heeft nog steeds een gouden pik en AZ pronkt met Oussama Robben. Verder in geblesseerde scheids, Brexit bij ADO Den Haag. En we hebben na Dick Jol voor het eerst zijn actieve scheidsrechter aan tafel. Dus met handen langs het lichaam en zonder gestrekte benen op naar 9 eredivisiewedstrijden in 45 minuten. Het is tijd voor de derde helft. Ik hoop dat toekomst koeken. Bij elke keuze twijfel ik. If Ona will fuck me, of course. Doe je leren bekleding, pak je een automaat. Ik ben wel even klaar met het relatief voetbal. Hallo luisteraars, Tiet is hier. Het is eigenlijk voor het eerst sinds tijden dat ik weer op deze stoel zit en mij enigszins behoorlijk voel. Dank voor alle bezorgde berichten die wij gekregen hebben via onze social media. En het panel vandaag, dat bestaat uit Tim, niet Tim Reserveur, maar onze eigen Tim Snijboon. En niemand minder dan scheidsrechter Jeroen Manschot. Ooit hadden we hem als lookalike met Sylvester Stallone. Dat kwam op Instagram. Toen kregen we contact. Een aantal maanden later zit je hier toch. Welkom, leuk dat je er bent. Ja, dankjewel. Hoe is het? Goed. Ja? Goed. Ja, Dit is je debuut in een podcast? Dit is mijn debuut in een podcast, ja. Ja, het is de dag van de debuten voor scheidsrechters. Dat ook, ja. Nou ja, precies. Op het veld en in de podcast. Ja. Ja, heb je een goed weekend achter de rug? Ik heb een heel goed weekend achter de rug. Ja, veel gevlogen, weinig gedaan. Waar ben je naartoe geweest? Ik kom net terug uit Saoedi-Arabië. En daar heb je gefloten? Nee, ik ben videoscheidsrechter geweest. Bij een Nederlandse scheidsrechter, Allard, die floot een wedstrijd. En ik ging mee als VAR. En moest je veel ingrijpen? 2 keer. Maar je kan toch ook wel gewoon VAR vanuit Nederland doen? Ja, dat dacht ik dus ook. Dat kan je ook gewoon vanuit je woonkamer doen. Want jouw carbon footprint, Jeroen, dat is wel verschrikkelijk nu. Als de communicatie heel snel had gegaan, dan had het gekund. Oh, ja. Maar ik moet zeggen, zo'n tripje is ook wel leuk hoor. Dus, ja? Ja. Maar je zit bijna net zo lang in het vliegtuig dan dat je daar op de grond staat. Ja, misschien nog wel langer. Zo. Maar op en neer. En word je een beetje luxe daarheen gevlogen dan wel? Of opgepropt? Ja, nee, wij kunnen lang uit liggen en wij krijgen 3 gangen diner. Ja? Zo. Ja. Zo. Toch maar gaan fluiten, Tim, of niet? Ja, zeker. Zeker. En krijg je dan ook in het vliegtuig van die oefenstof op zo'n scherm zo met allemaal overtredingen? Nee, dat moeten we allemaal zelf meenemen. Zij hebben ook niet eens een schermpje. Ze hebben er dan 3 op een rijtje. Ja. We hebben gewoon een soort VAR in het vliegtuig. Ja. Ja. Ja, maar we hebben dus al een aantal keer Dick Jol hier gehad. Dus gepensioneerd scheidsrechter met een mening. Nu jij hier. Ik ben wel benieuwd, hoe ben je er eigenlijk bij gekomen om scheidsrechter te worden? Ik ben begonnen bij de club. Ik heb SV Houten gevoetbald gewoon als jonge jongen. En op mijn 16e ben ik gaan fluiten, omdat ik dat verplicht werd vanuit de club. Omdat ik bij de selectie kwam te voetballen. En je moest een vrijwilligerstaak doen. En ik kon kiezen tussen kleedkamer schoonmaken of lekker fluiten. En dan, ik koos voor het fluiten. En 2 jaar later ben ik eigenlijk begonnen met fluiten en voor de KNVB. En vanuit daar ben ik eigenlijk doorgegroeid. Oké. Okay. Ja. En nu is dit je fulltime job? Of hoe werkt dat? Ben jij 5 dagen in de week met scheidsrechteren bezig? Ja, dat komt omdat mijn werk, ik werk parttime er nog naast voor 24 uur bij de KNVB. Ook voor het fluiten. Ik doe daar videoanalyses voor de jeugdige scheidsrechters. Dus ik ben wel met arbitrage bezig. Maar mijn fluiten zelf bestaat eigenlijk alleen maar uit de wedstrijden, trainingen en voorbereiding. Dus dat is niet echt 7 dagen in de week dat ik dat aan het doen ben. Maar je bent bij elkaar opgeteld denk ik wel 3 dagen in de week sowieso kwijt aan 1 wedstrijd. Ja? Ja. Ja. Oké. Okay. Nou, maar videoanalyses van jeugdige scheidsrechters, dan bekijk je die op beeld? Ja, ja, dat zijn wedstrijden uit de tweede divisie en uit de keukenkampioendivisie. Uh-huh. En dat zijn scheidsrechters die in opleiding zijn, of dan zijn opleiding die gewoon jeugdige talenten zijn. En daar probeer ik ze mee te ondersteunen en om ze daar beter in te maken. Oké. Okay. Hey, er is in ieder geval hartstikke veel gebeurd dit weekend. Natuurlijk hebben we Ajax-PSV, maar daarnaast ook een aantal mooie dingen rondom het scheidsrechterschap. Daar gaan we het uitgebreid over hebben. Snijboon, jij bent een weekje weg geweest. Jij was aan het skiën volgens mij, zeg ik dat goed? Is zeker. Ik merk dat ik me zo weinig heb geïnteresseerd in jouw leven buiten de derde helft, nu ik deze vraag stel. Ja, dat is niet alleen deze week. Hoor. Maar heb je ons wel een beetje gemist? Heb je ons nog teruggeluisterd? Ik heb jullie teruggeluisterd. Dat doen wij altijd al. Als iemand van ons er niet is, dan luisteren wij met een kritisch oor luisteren wij terug. Maar dat moest wel tussen de bedrijven in. Want ik heb een week lang geapreskiet. En geskiet onder andere met mijn schoonouders. Dat is een hel. Skiën over mijn schoonouders. Nee, ik kan nu zeggen dat ik de Lawine Boys live heb gezien met mijn schoonouders. Maar Lawine Boys, dat is van
Ja, ik heb seks met een medicale. Ja, ik wist dat je dit ging zeggen. Ja, ja, die hebben een andere nummer. Ja, ik wist het. Nou, we gaan weer door, hè? Ja. Nee, maar wat vond je ervan? Vorige week werd in de podcast geopperd dat we misschien zelf regels hier moesten gaan opperen. Ja, ik word daar altijd ongelooflijk enthousiast van. Want Tim weet dit. Ik ga altijd prat op nieuwe regels. En mijn favoriete regel die ik altijd wil implementeren, zal ik er gelijk in ingooien, is als je bijvoorbeeld gaat tienen met je vrienden, als je dat vroeger deed, dan was altijd de regel, de bal was pas uit als hij stuiterde buiten het veld. Mm-hmm. Dat lijkt me nou echt fantastisch als we dat gewoon in profvoetbal implementeren. Ik denk dat je echt geweldige duels krijgt. Een hoop Afrikaanse taferelen zijn er met omhalen en scorpion kicks en weet ik het allemaal. Ik vind het niet slecht. Ik zie alleen maar voordelen. Maar mogen fans dan ook terugkoppen? Als hij nog niet gestuiterd is. Ja, precies. Ja, dood object. Heel leuk. Ook voor buiten stadion mag hij ook terug. Dat lijkt me heel mooi, ja. Ja. Als dat lukt. Is het haalbaar? Maar ook in de goal, als hij gewoon de doellijn passeert. Dat is in ook de doel goal. En ze halen hem eruit. Kijk, dit is waarom we dit doen, hè? Vind ik ook. Als je als keeper hem dan achter die lijn nog pakt, is het altijd lekker naar de grond koppen dan. Dus het Jeroen Zoetje van Feyenoord PSV een paar jaar geleden, die zou dan niet zitten. Het is niet gestuiterd. Het is pas ook echt een lekkere goal als hij of het net raakt of de grond achter de lijn. Ja. Nou, maar we willen dus wel wat vragen, Jeroen. Dat is een hele brutale vraag. En als je het niet wil, moet je het zeker ook niet doen. Nee, hij moet het gewoon doen. Hij moet het doen. We willen dus een nieuw rubriekje. Want we hebben, je hebt vorige week geluisterd. We hebben een aantal rubriekjes. En we willen dus nu ook een spelregelrubriekje. En het lijkt ons heel erg leuk als jij die wil. Je hoeft hem niet in te zingen. Maar je moet even op een boze manier zeggen. Wat was het ook weer, Titus? Wat zullen we doen? Ik heb hier een paar opties staan. Maar laten we gaan voor... Wat is dit nou voor een regel? Nou, ik kan, het is beter als hij doet, hè? Kan je dat proberen? Want maar dan gaan we hem monteren en dan maken we er een mooi muziekje onder. En dan is het wel leuk, denk ik. Maar ik kan het proberen. Dus als je boos, nu heel, heel pissig zegt, wat is dit nou voor een regel? Wat is dit nou voor een regel? Oké, en doen we nog eentje voor de zekerheid? Hebben we er nog? Doe wat maar. Is dit nou voor een regel? Ja, fantastisch. Ik kijk naar producer Dirk. Dat gaat, ja, hij steekt een duimpje. Hij steekt een dronken duim op, dus dat zit helemaal goed. Ook een beetje apres-ski hier, denk ik. Jongens, volgens mij moeten we heel snel naar de wedstrijden gaan. Want we hebben met z'n allen Ajax-PSV gekeken. En dat was vanzelfsprekend de wedstrijd van de week. Hey, ja, la, 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 la. Wedstrijd van de week, van de week, wedstrijd van de week. Het wordt dan een beetje zo'n jingle, hè, Jeroen? Ja, dat is wel leuk. Wat is dit nou voor regel? Het werd uiteindelijk 1-1 over Ajax. En iedereen keek uit naar deze wedstrijd, maar het viel tegen, vies tegen. PSV leek niet los te komen en Ajax leek naast doelpunten vooral op zoek naar blessures. Na 90 minuten kreeg Ten Hag wel 3 punten als verjaardagscadeau. De beste man die werd 50 jaar vandaag, maar hij zal hier toch dubbele gevoelens aan overhouden. Jeroen, dit is een echte topwedstrijd in de Eredivisie. Ja. Als jij dit soort topwedstrijden moet fluiten, ben jij dan ook extra zenuwachtig? Nou, niet per se extra zenuwachtig. Je hebt wel een voorbereiding. Zoals ik al zei, je bent 3 dagen bezig met je trainingen, wedstrijdvoorbereiden, trainingen, analyses, voorbereidingen van de opstellingen. Welke opstellingen verwacht je? Wat voor spelsystemen kunnen ze spelen? Daarbij zeg ik wel altijd, als je na 3 minuten een rode kaart moet geven, dan is het spelsysteem ook alweer voorbij. Dus je moet er ook wel redelijk blanco in kunnen gaan. Nou, wat is dan het idee van die spelsystemen bestuderen? Dat is de koppeltjes die dan ontstaan. Ook, maar ook voor je positie kiezen en voor het volgen. Zullen ze veel over de linkerkant, zullen ze veel over de rechterkant spelen? Ja. Of wat de verwachting is dat ze doen, daar kan je positie op aanpassen. Ja. Maar of je er extra zenuwachtig bent, nee. Ik ben wel vaak van de gezonde spanning. Ja, maar dat is voor elke wedstrijd hetzelfde. Ja, dat denk ik. Ja, misschien onbewust dat je het voor de topwedstrijden iets meer hebt. Maar ik ben wel een scheidsrechter. Hoe meer druk erop staat, hoe fijner ik het vind. Oké, maar dit weekend was je gewoon in een kleedkamer in Saoedi-Arabië achter een paar beeldschermen aan het zitten. Maar je hebt deze wedstrijd gekeken. Wat vond je ervan? Ik moet je eerlijk bekennen, de laatste 20 minuten heb ik niet gezien. De rest heb ik wel gewoon Wat vond je van wat daarvoor gebeurde? Ja, daarvoor. ik heb een momentje met Dest gezien waar er wel veel commotie over was. Gaan we het zeker over hebben. Gaan we het zeker over hebben. Maar qua wedstrijd, ik denk dat Ajax wel de verdiende winnaar is. Maar ja. PSV kwam lastig los, hè Tim? Ja. Jij was even voor ons als journalist ter plekke. Ja. Hoe zag het eruit? Ik vond... Ik ga zo'n wedstrijd in en Ajax mist gewoon hele goede spelers. Dus het begon al met een gemankeerd elftal en dat werd alleen nog maar minder. Maar PSV zat ook heel laag in het zelfvertrouwen en die lieten echt helemaal niks zien. Ik vond Ajax in de eerste helft best wel ruim en voldoende scoren. PSV liet echt, ze lieten zich gewoon best wel intimideren. En ik zat er nog over na te denken, dan kom je met Ernest Faber daar als trainer aan... Dan denk je als speler ook van dit. Kijk, dan kan je veel beter Van Bommel hebben. Ik vind het eigenlijk met de week raarder worden dat Van Bommel is weggestuurd. Ik denk ook dat Bergwijn
niet weg was gegaan. Ik denk niet dat hij Van Bommel had durven bellen en zeggen van, ik kom niet, want ik zit in Londen. Nee, maar hij was natuurlijk beste vriendjes met Van Bommel. Wordt nu overal geschreven. Dus dat had hij sowieso niet gedaan. Kijk, het enige wat ik positief vind aan het vertrek van Bergwijn is dat ik denk dat de hiërarchie voorin is nu wel echt terug. Malen is nu geblesseerd, dus Lammers is de spits, dat is duidelijk. Rechtsbuiten staat Bruma. Achter de spits staat Iataren. En wie stond er linksbuiten? Vandaag? Ja. De Bruma en Gakpo toch? En Gakpo. Dus kijk, als die gewoon nu 18 wedstrijden samen kunnen spelen, als Malen in ieder geval niet op tijd fit is, dan is dat duidelijk. En ik denk dat dat dan aan elkaar kan wennen en een beetje naar elkaar toe kan groeien. Met een beetje geluk kan dat nog weer een positief gevoel opleveren. Maar het is zo verschrikkelijk negatief nu bij PSV. Maar je bedoelt dat er minder wisselingen zijn voorin, waardoor ja, want meer het was, ik bedoel, iedereen wilde Malen, maar ze waren in het begin ook enthousiast over Mitroglou. Gakpo was zo'n groot talent, Iataren, dus er was eigenlijk gewoon te weinig plek voor iedereen die ze hadden. Ja. Bergwijn maakte een beetje, niet een uitgebluste indruk, maar niet de indruk dat hij er vol voor wilde gaan. Geïrriteerd. Ik vond hem heel geïrriteerd overkomen de laatste week in het veld. En dat kan positief zijn. Dat het een beetje een soort nieuwe, dat de puzzel weer een beetje in elkaar valt. Doan, kind van de rekening, vind ik op zich niet slecht. Maar ja, laten we even naar de wedstrijd gaan. Snijboon? Ja, ik vond Ajax, ze waren een stuk beter. Het klasseverschil baarde me wel een beetje zorgen met de blessures die er bij Ajax zijn. Plus de 3 man die uitvielen. Dat Ajax eigenlijk nog steeds zo de bovenliggende partij was. Ik vond Ajax echt de hele tijd een beetje voetballen alsof ze 3-0 voor stonden. Onnodige hakjes, combineren tot de doellijn. Dit was voornamelijk na die 1-0. Dus tot de 1-0 waren ze echt veel, veel beter. Toen had het ook 3-4-0 kunnen staan. En daarna leek Ajax zich een beetje, en een beetje inderdaad wat je zegt, terug te vallen op het idee dat ze al 5-0 voor stonden en de 3 punten al binnen waren. Nou, vond ik alleen niet bij PSV het gevoel oproepen dat je dan denkt, oh, er zit nog wat in, of we gaan er vol voor. Dus er was sprake van een heel klein slotoffensief. Maar je hebt clubs die zitten in de hoek waar de klappen vallen. Maar bij PSV, die moeten wel echt van ver gaan komen nu. Want daar is het echt een klap na klap die ze nu krijgen. Ik vond Eiting wel aardig spelen. Dat is de enige speler, dat zeiden we vorige week ook al, dat is de enige speler die gewoon een keer de bal hard naar voren durft te spelen over de grond in iemands voeten. Beetje risico, die neemt ook af en toe, maakt hij een foutje, dat is ook helemaal niet erg. Kijk, die Gravenberg is enorm veel bezig om zichzelf te laten zien. Die wil mooie acties en dat komt er totaal niet uit. Zo'n bewijsdrang of zo. Precies. Hij wordt door iedereen al ongelooflijk omhoog geschreven, nieuwe rijkaart, dit en dat. En dan daar moet je maar mee om kunnen gaan. Dus ik neem het hem ook niet kwalijk. Maar die had gewoon in de eerste helft 4-5 keer balverlies. En dan shockt hij weer terug. Dat is best wel kwalijk. Maar Eitingen is echt prima. Ik denk dat als hij een beetje wedstrijdritme krijgt, want ook na 70 minuten was hij helemaal leeg. En daar kwam ook het slotoffensief van PSV uit. Ajax kon niet meer wisselen. Mm-hmm. Gravenberg moest de hele wedstrijd spelen. Die speelde al matig. Eitingen raakte op. Dan krijgt PSV nog een soort van gevoel. Oké, misschien valt er nog wat te halen. Die Madueke is trouwens een leuke speler. Ja. Die kan gewoon een mannetje uitspelen. Is ook wel leuk een keer, ja. Dat is leuk. Maar het was wel een beetje armoe, jongens. Zeker, maar Ajax had misschien op een x-aantal momenten er nog wel eentje in kunnen prikken. Eentje daarvan was toen Dest richting het goal ging en langs Boskagli ging. En dan moeten we natuurlijk even aan de scheidsrechter vragen of dat allemaal wel volgens de regels was. Sterker nog, hebben we een jingletje voor. Scheidsie, moet u niet even gaan kijken? Wat een VAR! Ik zou deze dus ook gewoon in het stadion gewoon doen. Deze in het stadion? Ja, als hij naar dat scherm loopt. Als entertainment tussendoor. Nou, ik gooi gewoon even een balletje op. Kijk maar wat je mee doet. Dus bij de hockey hebben ze ook zo'n jingle, toch? Bij van Mission Impossible. wel entertainment. Jouw eerste reactie was geen penalty. Mijn eerste reactie was geen strafschop. Ik had het idee dat hij de speler opzocht. Ja, dat was mijn eerste reactie, zoals ik hem wat overviewbeeld vanuit het midden zag. Ja. Als je de herhaling ziet, dan zie je wel dat er contact is. Waardoor een strafschop eigenlijk wat rechtvaardig is. Alleen dan is het de vraag, moet een VAR hier ingrijpen? Dat is natuurlijk de discussie die heel Nederland krijgt. Is dit duidelijk fout? Die vraag willen we nu aan jou stellen. Ja, ik denk dat ik als videoscheidsrechter hier ook vanaf zou blijven. Ja, en waarom dan? Omdat ik heb natuurlijk niet alle beelden gezien. Hè. Ik heb nu 2 herhalingen gezien. In Zeist hebben ze waarschijnlijk 15 of 16 camera's die het op beeld vastleggen. En Fox zendt dat niet altijd uit. Dus die zullen waarschijnlijk meerdere beelden hebben gezien. En we hoorden de commentator ook net zeggen van waarschijnlijk wordt er nog een bal geraakt. Nou ja, als die bal dus al geraakt wordt. Ik heb het op de herhaling niet kunnen zien. Maar nogmaals, ik heb niet de juiste beelden gehad. Als de bal gespeeld wordt, dan is het rechtvaardig om te zeggen, ja, we geven geen strafschop. Maar wacht even, Jeroen, je wil
als VAR neem ik ook aan zo eerlijk mogelijk verloop van de wedstrijd. Dus als jij ziet dat, want er wordt, je kan hierover twijfelen. Ja. En je denkt misschien, oké, het is geen 100% fout. Dan ga je toch niet je mond houden als VAR. Dan zeg je toch wel, oké, wie was de scheids vandaag? Björn Kuipers. Björn, het zou best wel eens een penalty kunnen zijn. Je hebt geen 100% fout gemaakt, maar ga jij toch maar even kijken. Dat is toch veel logischer dan dat hij gewoon zegt van, het is geen 100% fout, dus ga maar niet kijken. Nee, ja, wij krijgen het verwijt in Nederland dat we veel te vaak voor het scherm staan. En ik heb in Saudi-Arabië bijvoorbeeld, daar wordt ook heel vaak gevraagd van, ga naar het scherm. En dan gaan we gewoon 6-7 keer per wedstrijd naar het scherm. Ja, maar dan krijg je ook betaald voor. Ja, in Nederland ook. Maar dat is wel een soort disclaimer. Ja, ja. Want ik heb het op het scherm gezien, dus dan klopt het. Ja, dan is de acceptatie bij de spelers ook meteen. Want de scheidsrechter is wezen kijken. Ja, ik vind het nog steeds niks. Oké, dan accepteren we het. Ja. Want volgens mij was het nu bij Dest, was het verhaal, want de bal werd volgens mij niet geraakt. Maar volgens mij was het verhaal wat ik hoorde, was dat er iets voor te zeggen misschien viel dat hij Boskagli opzocht. Maar volgens mij was dat alleen maar omdat hij gewoon een schaar doet. En een schaar is een lichaamsbeweging. Ja. En je gaat naar binnen en dan naar buiten toe. Ja, ik vond dit echt een 100% strafschop. Ja. Boskagli die blokt hem gewoon en die raakt geen bal. Nee, als ik de beelden heb zoals ik ze nu zie, zou ik zeggen strafschop. Ja. Maar nogmaals, ik heb niet de echte beelden gezien die ze in Zeist ook hebben gehad. En je zegt ook net terecht van volgens mij speelde die geen bal. Ja. Ja, volgens mij kan ik natuurlijk niet heel veel mee. Ik moet bewijs hebben dat het niet zo is. Ja. En dat is wanneer ik in moet grijpen of niet. Ja. Jongens, laten we even weer het iets breder trekken. Want ik wil toch even hebben over die zieke boeg van Ajax. Die al vrij gevuld was en nu werd aangevuld met Babel, Promes en Veldman. Nu lijkt die Anthony nog te komen. Nou, nee, dat kan niet meer. Voorbij, hè, Titus? Ja, we moeten Titus soms een beetje. Titus werkt zo hard dat hij niet meer weet welke dag het is. Het is inmiddels februari, Titus. Dus ze kunnen hem niet meer kopen. Nee, ze hebben op de laatste dag van de transferperiode volgens Braziliaanse media een belachelijk bod gedaan van 15 miljoen met 5 miljoen aan bonussen. En dan nog 5 miljoen erbij als Sao Paulo af zou zien van de doorverkoopclausule of de transferrechten van Neres. Mm-hmm. En de reactie van Sao Paulo was, we mogen dan wel in crisis zitten hier, maar ook weer niet zo diep. Dus die vonden het een beetje een belediging. Volgens mij zou hij als vervanging moeten komen van Neres en eventueel Ziyech in de zomer. Wilden ze hem nu alvast halen, zodat hij alvast kon wennen aan Nederland. Ja, maar ze zijn dus wel heel erg bezig om hem warm te maken voor aankomende zomer een overstap. Mm-hmm. Ja, precies. Dat is wel, ik. ja, precies. Is wel is lastig, want als hij nu een half jaar goed speelt, dat is een beetje hetzelfde met Richarlison wat toen gebeurde. Dan worden de grote clubs ook wakker. Het is eigenlijk, heeft Ajax zichzelf een beetje in de voet geschoten door nu een bot te doen, want nu wordt de rest wakker. De Benfica's van deze wereld die het ook kunnen betalen, Everton. En hij gaat naar de Spelen in de zomer. En hij gaat naar de Olympische Spelen. Dus als ze hem binnenhalen is het extra knap. Maar hij wordt niet goedkoper in ieder geval. Jongens, we gaan het hierbij laten wat betreft Ajax en PSV. Wij gaan door naar de nummer 2. Dat is AZ. Die speelde tegen RKC Waalwijk. En ze begonnen, of in ieder geval de mensen, mannen uit Waalwijk, die begonnen prima. Maar ook de nieuwkomers in deze selectie, die lijken direct besmet met het RKC-virus. Want Hansson en Van der Venne misten kansen. En AZ ging er uiteindelijk, zoals bijna elke wedstrijd bij RKC dit seizoen, met de buit er vandoor. Vooral dankzij Arjen Idrissi of Oussama Robben. Kies zelf maar. Je weet namelijk altijd wat hij gaat doen, maar toch lukt het hem twee keer weer. Tim, hoe kan het toch dat dit steeds weer lukt bij deze speler? Nou ja, ik vind het wel interessant. Want volgens mij begint een voetbalevolutie vaak voorin. Omdat daar wedstrijden beslist worden. Dus trainers gaan proberen voorin dingetjes aan te passen, dingetjes te veranderen om de tegenstander te verrassen. Op een gegeven moment is de hype van rechtspoot op links, linkspoot op rechts, is ontstaan. Een paar jaar geleden. Ik denk dat het niet heel lang gaat duren voordat die evolutie zich ook door gaat trekken naar de verdediging. Als jij een verdedigende ploeg bent, waarbij de backs in principe niet de achterlijn van de tegenstander halen, wat nu bij RKC zo is, lijkt het me heel logisch om een linkspoot op rechtsback te zetten. Omdat Idrissi bijna alles met rechts doet. Hij kan hem dan wel in beide hoeken schieten, want dat deed hij deze wedstrijd. Maar ja, er staat een rechtsback bij RKC die niks met links kan. Dan is het voor Idrissi gewoon zo makkelijk om er langs te glippen. Maar als je dat doet, hè, wat jij zegt. Dus je zet een back met zwakke been tegen een buitenspeler met een sterk been. Ja. En dan heb je Wijndal, die gaat er 90 minuten overheen. En dan moet die back met zijn verkeerde been het achter Wijndal aan. Nee, maar dan moet je dus die buitenspeler. Dus dan moet die middenvelder over die back heen en die back oppakken. Het gaat er toch om dat die buitenspeler meeloopt met Wijndal.
Daar gaat het toch om? Want die back kan toch niet en de buitenspeler en Wijndal opvangen? Maar ik mag toch leiden dat je hem op de duur overgeeft en dat je niet 90 minuten mandekking gaat spelen? Oké, okay, jongens. Ik vond mijn theorie wel leuk. Ja, nee, ik vind het wel een leuk idee. Ja. Terug naar de wedstrijd, Snijbo, jij hebt genoten. Ik ben er oprecht echt voor gaan zitten, omdat ik... Wat triest op je vrijdagavond, Snijbo. En wat heb jij gedaan dan? Ja, weet ik niet meer. Ja, ik weet het wel. Mijn kamer opgeruimd. Nee, jij zat bij Joep van het Hek. Oh ja, dat is nog erger. nee, maar ik dacht AZ, aanvallend supersterk, RKC, hele leuke ploeg, kunnen gewoon niet verdedigen. Dus er worden leuke 90 minuten. En ja, ik heb genoten. En ik durf wel, als Idrissi niet voor Marokko zou spelen, maar voor Nederland, zou de hype rondom Idrissi zoveel groter zijn dan dat je de hele tijd over Boadu en Stengs hebt. Oh ja, en Idrissi speelt er ook. Idrissi is, voor de winst op was het ook al, maar ook nu is gewoon veruit het best in vorm van die drie. Maar jij hebt dus op je vrijdagavond 90 minuten genoten van dit AZ. Jeroen, ja. kan jij ook als scheids dan genieten van een mooie wedstrijd, ook als je aan het fluiten bent? Ik denk je gaat vragen of ik televisie in het vliegtuig heb gekeken. Nee, ja, natuurlijk. Zonder AZ uit in het vliegtuig? Natuurlijk kan ik genieten van een mooie wedstrijd, ja. Zeker, ik ben voetballiefhebber en ik sta ook op het veld omdat ik voetballiefhebber ben en dan wel als scheidsrechter. Maar ja, als scheidsrechter heb je ook je ambities en je wil gewoon bij de mooiste wedstrijden, bij de beste spelers in de grootste stadion staan. En daar geniet je gewoon volledig van. Maar ook als ik op televisie wedstrijden zie, kan ik van dat soort wedstrijden echt wel genieten. Ja. Ja. En heb jij dan ook als scheids in Engeland, had je volgens mij was dat Mike Dean? Die dan dat een doelpunt viel en dat hij heel goed voordeel had gegeven. En dat hij echt zo juichend met zijn hand omhoog terug ging. Dat heb je die behoefte ook wel eens? Ja, die behoefte heb ik wel. Alleen dat doe ik wel in mijn hoofd. Ja, ja, ja. Ja. Of dat je een vingertje naar het publiek of zo. Of zo gestaan. Ja. Luisteraars, je moet misschien even een YouTuber bijpakken om dit te zien. Top, laten wij doorgaan naar nummer 3. Feyenoord tegen FC Emmen, 3-0. En bij Feyenoord is er geen geld en heel veel onrust. Maar toch kreeg Feyenoord op het oog twee kwaliteitsimpulsen tijdens de winter. Toen de transferperiode nog open was. Hoe dan ook, sportief gaan de Rotterdammers door waar ze gebleven waren onder Dick. En Snijboon, laten we het vooral even hebben over die eerste... wat was het? Anderhalve minuut van deze wedstrijd. En was het 94 of 97 seconden had Jacob nodig? Ik ken hem, omdat ik uiteraard fan ben van Arsenal, ken ik hem nog van dat hij bij ons in de jeugd speelde. Hij kwam van AZ en was een van de grootste talenten die we toen hadden. Daar lukte het niet en is hij naar Beşiktaş gegaan. Daar heeft hij ruim 200 wedstrijden gespeeld. Ruim 40 interlands van Turkije nu. 27 jaar. En die kiest ervoor om een half jaar bij Feyenoord te gaan spelen. Omdat hij zich weer in de kijker wil spelen bij het Turks elftal. Na 60 seconden, en dat vind ik zo mooi aan hem, hij kan dus heel goed voetballen, maar hij zet die aanval op met echt een vlijmscherpe tackle op het middenveld, waar hij die bal mee afpakt, legt hem opzij, mee, 1-2'tje, en hij maakt hem goed af in de korte hoek. Ja, dat is toch heerlijk. Je staat nog geen 95 seconden op dat veld, en die hele kuip ontploft al omdat je een doelpunt maakt. Die gozer kan niet meer stuk het komende half jaar. Jeroen, heb jij gezien hoe Özyurkup online werd aangekondigd door Feyenoord? Nee. Heb je dat gezien? Dat was heel erg. Ja, was dat erg? Jawel, dat was... Dat kan toch eigenlijk niet? Zeg maar, Turken staan bekend omdat ze veel tuteren in een auto. Ja, als ze winnen, ja. En toen hadden ze voor de Kuip zo'n shot van een Kuip. En dan kwam een auto het beeld in tuterend met Özyurkup die eruit stapte. Ja, ik vond het wel grappig. Maar echt zo'n ik heb over een heel ander filmpje. Ja, jij hebt dat filmpje dat Kukçu met hem aan het FaceTime is. Precies, dat vond ik bizar. Welke social media stagiair heeft dit in elkaar geflanst? Ja. Maar okay. Veel losgemaakt wel. Ja, dat gelukkig wel. Hey, we hebben nog een speler aangetrokken bij Feyenoord. Boze. We? Nick. Ja, hebben wij dat voor ze? Ben je een zaakwaarnemer, Titus? Boze Nick. Ja, jij zei vorige week nog na de uitzending een blije Dick met Boze Nick. Zei ik dat na de uitzending? Heb ik jou gebeld toen? Ik keek Tim aan, toch? Oh, vanuit de Ghost heb ik jou toen gebeld. Nee, ze hebben een tweede spits, 4,5 miljoen. 20 jaar, een werkspits. Dus ik zal wel weer in de smaak gaan vallen bij de Kuip. In de Kuip. Jurgensen heeft wel een probleem, denk ik. Want hij kreeg van advocaat naar de wedstrijd gelijk het verwijt dat hij niet actief genoeg was geweest. En dat hij iets harder moest werken voor zijn centen. Tweede helft deed hij dat beter. Ik weet waarom hij dat zegt. Want hij bedoelt voor de centen van Feyenoord. Want Jurgensen gaat het half jaar gewoon nog spelen. Die gaat 7, 8 doelpunten maken. Mm-hmm. En dan gaat hij daarna voor een miljoentje of 5 weg. En dan Bozeniek wordt het half jaar klaargestoomd om daarna... Gewoon de rol hopelijk over te nemen. Maar ja. Jeroen, ik ben benieuwd hoe jij denkt dat Jaap Stam die overwinning na overwinning na overwinning van advocaat ervaart. Hoe die dat ervaart? Ik denk. Die gooit toch elke week een salontafel uit het raam? Dat zou je wel denken. Ja, ja. Het lukte de generaal keer op keer. En hoe die het doet, je zag vanaf de eerste wedstrijd dat hij alweer langs de lijn stond.
dat er gewoon een compleet andere instelling is bij Feyenoord. Dat is wat mij opviel, waarin ik inderdaad ook opvalt dat Jurgensen inderdaad volgens mij veel harder kan werken dan hij doet. Heb je Dickie Willis als vierde man meegemaakt? Of niet? Ja. Is dat wat of niet? Wie is de ergste? Wie is er van de coaches? Van Bommel moet ook echt geen pretje geweest zijn, jawel, toch? Dat was een van de leukste waar ik mee langs de lijn stond. Ja? Er is heel veel commotie geweest over Mark. Die staat heel vaak bij de feed official. Maar 9 van de 10 keer kwam hij ook gewoon vragen wat we deden en waarom we het deden. Op een normale, respectvolle manier. En ja, hij kwam vaak naar ons toe. Maar hij is nooit respectloos geweest. En de laatste wedstrijd waarin ik bij hem vierde man was, was Feyenoord PSV. En dat is dus de wedstrijd waarna hij ontslagen is. En daar zei hij ook gewoon tijdens de wedstrijd, ja, ik wil nu gewoon even boos worden, want mijn baan zat op de tocht. Ja. En dan geef ik hem ook die ruimte, maar het gaat wel op een respectvolle manier. En dat vind ik het belangrijkste. En wie is dan heel erg? En wie staat er echt te schuimbekken? Ja, die hebben we in Nederland eigenlijk niet. Die Pardew, hè, daar moet je bang voor zijn. Hè, nou, ik had de eerste wedstrijd ADO-RKC. De eerste wedstrijd dat hij langs de lijn stond. En ik had de berichten vanuit Engeland gelezen. Dat je en gezien. Kopstoot ontwijken als je Pardew naast je hebt. Nee, maar dat viel me reuze mee. Ik heb alleen maar positieve verhalen van de feed official gekregen. Van, hij is gewoon heel rustig. En hoe is jouw Engels? Redelijk. Ja, precies. Okay. Ja. Maar dat ik heb het Engels van de vierde man, denk ik. Jongens, we gaan naar buitenspel. We gaan altijd iets bespreken wat buiten de velden is gebeurd. Tim, om bij jou te beginnen. Wat heb je meegenomen voor een nieuwtje? Iets hartstikke leuks voor de mensen die fans zijn van Marco van Basten. Die kunnen donderdag hun lol niet op. Want Marco van Basten doet mee aan het Nederlands kampioenschap squashen. En hij is vierde geplaatst in de categorie Heren C. En hij, donderdagavond om 7:15, Jeroen, speelt hij tegen Bjorn Spek, de 33ste geplaatste. Dus moet hij wel kunnen winnen. Maar voor het eerst doet hij mee aan een ander nationaal kampioenschap dan voetbal. Maar wat is Heren C dan? Ja, dat is net boven de Heren D. Hij squasht bijna elke dag. Die gozer. Hij vindt dat zo leuk. En hij is toch ook fanatiek golfer een tijdje? Ook. Maar hij is dus gestopt met voetbal omdat zijn enkel naar de kloten was. Maar squash gaat dus best wel goed. En, dat is vooral een knieprobleem toch op squash? Ja. Als je wat squash is, volgens mij heel veel klap op je knie vanwege de zaal. Je enkel schijnt dat wel te kunnen houden. Maar... Ja, nou ja, daar heb je het al. Ja, leuk. Leuk toch? Zoek eens maar scheidsrechter of... Ja, ik weet niet hoe dat werkt. Ja, dan hoef je niet te rennen. Daar bij squash. Lijkt me echt niet leuk om als scheidsrechter op die squashbaan te staan tussen twee gasten. Dan. Nee. Dat zou bizar zijn. Zelfs al tegenstander vind ik het niks. Dus laat staan als scheidsrechter. Snijbo, wat heb jij meegenomen? Ik ben een beetje in de thematiek van de scheidsrechters. Kwam ik deze week op het Twitter-account van onze grote vriend sportjournalist, talent Michel Dodeman. Mm-hmm. Kwam ik terecht en die deelde een bericht van Mike Dean. Is in zijn vrije tijd om te ontspannen. Is hij caddy op de Women's European Golf Tour. Serieus? Ja. Dus die een paar jaar terug bijvoorbeeld zijn foto's van. Dan loopt hij dus met al die clubs van een Australische golfster. Loopt hij dan over de baan. En echt de koning te rijk. Grote glimlach op zijn gezicht. Petje op, Mike Dean. The gift that keeps on giving, hè, Mikey? Oh, een hele rare scheidsrechter. Ja, vorig weekend heeft hij 3 wedstrijden in Nederland gezien. Hij was bij Utrecht ADO, Zwolle en bij Groningen Ajax. Om? Met zijn dochter. Om voetbal te kijken. Om voetbal te kijken, ja. Heb je hem wel eens gesproken ook, Mike? Nee, ik heb niet gesproken. Nee. Maar zou je het wat vinden om na je carrière in een caddy golfclub te dragen voor een Australische vrouwengolfster? Vrouwengolfster wel. Okay, Joost Leijten hoeft niet te bellen. Nee. Ja. Nou, met een flinke portemonnee misschien. Maar. Jeroen, heb jij nog een buitenspelletje meegenomen? Ja, een soort van buitenspelletje. De rentree van Daley Blind op het trainingsveld. Zeker. Leuk. Is mij positief opgevallen. Ik vind het goed om te zien dat hij goed is bewaakt. En dat er veel mee is gedaan. Dat hij niet meteen weer het veld is opgestuurd. En het is natuurlijk positief om te horen en te zien dat hij weer terug is. En ik hoop dat hij het niveau weer gaat halen wat hij kan halen. Ik vind toch wel... Ja, je hoorde verhalen van hij... Je hoorde helemaal het begin verhalen van hij gaat nooit meer zijn oude niveau halen. Dan hoorde je hij gaat niet meer het einde van het seizoen halen. Dan vind ik het toch frappant en een beetje eng dat hij dan in één keer vanuit het niets weer in één keer daar is. Misschien zijn het gewoon te negatieve gedachten, maar ik ben altijd bang. Is dat dan niet te vroeg, weet je wel? Maar er is ook... Ik denk, ze hebben natuurlijk met Nouri hebben ze natuurlijk ook heel veel meegemaakt binnen Ajax. Dus ik denk dat ze wel extra voorzichtig zijn geweest in het hele proces met Daley Blind. Ja, ik hoop het. Maar dat zou je niet zeggen als je ziet wat er gebeurd is op het veld. Want die jongen die zakt in elkaar vanuit het niets en ze laten hem verder spelen. Dus, wat vind je daarvan? Zulke momenten maak je als scheids natuurlijk ook mee. Dat jij als scheidsrechter eigenlijk misschien op bepaalde momenten denkt... Ik weet niet of dit zo veilig is. Ja.
Ik heb ooit een keer een speler... ik vroeg hem wat voor dag het was. En hij zei dat het vrijdag was, terwijl het zaterdag was. Toen heb ik gezegd, dan ga je nu ook wisselen. Want ik wil niet dat jij verder voetbalt. Die wist ook gewoon de echte dag niet meer. Die had, was kop tegen kop. En, ja, ik vind, hij probeerde het dus wel. Dat is wel nog in de buurt, Jeroen. Ja. Als hij had gezegd dinsdag, dan Nee, maar dat was mij wel een teken van... dit moet je niet willen. Dat moet je ook volgens mij als medische staf helemaal niet willen. Zeker als het hoofd tegen hoofd is. Of uit het niets in elkaar zakken. Dat is voor mij ernstig genoeg om te zeggen van kom er maar meteen vanaf. Maar heb je wel eens van die dokters die dan zeggen, ja, dat kan wel weer dat je denkt, nou, volgens mij heb jij je diploma ook bij de cornflakes gekregen dan? Nou, dat wil ik niet zeggen. Ik denk dat ze allemaal professioneel genoeg zijn, maar ik had de laatste een, die had last van zijn arm. Maar toen vroeg ik ook van, ja, kan je misschien buiten de lijnen, kunnen wij verder? Ik denk, ja, als je arm iets aan je arm hebt, dan kan je best lopen. Maar die scheen door zijn arm dus ook echt misselijk te zijn. Dat was vorige week met Zeefuik. Die kreeg een klap op zijn arm en die bleef liggen. Die had echt pijn. Maar die werd er gewoon misselijk van. Dus ja, als die misselijk is, dan moet je hem wisselen. Want dan, Nee, toch niet misselijk. Nee, dus dan willen ze weer niet wisselen. Ja. Maar het is, ja, het is niet aan ons om dat te bepalen. Maar op dat moment vond ik wel dat ik het moest bepalen dat die speler moest wisselen. Ja. We hebben nog 6 potjes te gaan. Dus laten we vooral dat ook gaan bespreken. En Willem II, die toch steeds naar behoren doen. Die speelde thuis tegen Heracles Almelo. Het werd 1-0, Snijboon. Willem II houdt alles op de rit en pakt ondanks een stormachtige slotfase gewoon 3 punten. Cyril Dessers stond gewoon in de spits. Maar Snijboon, geheel in thema, stond de scheidsrechter centraal deze wedstrijd, hè? Ja, Kevin Blom. Ja. Die, Bernie Raymond. Bernie Zo Raymond. Heet hij toch echt? Ja. Ja. Maar waarom, is dat een soort artiestennaam, Kevin? Want daar hebben we het wel eens hier eerder over gehad. Maar hoezo? Ja, zijn roepnaam is Kevin. Ja. Ja, je roepnaam kan je er echt gewoon verzinnen dan. Ja, Snijboon. Ja, Snijboon. Ja. Oh nee, dat staat op je geboortekaartje ook. Ja, precies. Ja. Maar Snijboon, verder. Hij had nergens last van. Het was een ontzettend slecht veld. Dus normaal geven de scheidsrechter de schuld. Laten we nu gewoon het veld de schuld geven. 13 minuten hield hij het vol. En toen ging hij naar binnen. Op Twitter werd veelvuldig gevraagd of hij misschien heel nodig naar de wc moest. Maar het bleek al snel dat hij een kuitblessure had. En hij stond heel netjes. Tijdens de onderbreking stond hij Fox te woord. En ik genoot daar wel echt van. Want je ziet een scheids niet heel vaak op die manier. Maar hij was echt gewoon een professional die door een blessure niet die wedstrijd af kon maken. En hij baalde daar echt als een stekker van. Dus hij zei ook van, ja, ik vind het ook echt gewoon balen. Maar ik kan nu niet de spelers garanderen dat ze een scheidsrechter krijgen die optimaal in vorm is. Dus ik heb me laten wisselen. En daardoor mocht Robin Henschens... mocht zijn debuut in de Eredivisie maken op 26-jarige leeftijd. Je hebt toch wat wel dan wel weer mooi was. Dat het na de winter mogen die koeien voor het eerst weer naar buiten. Zo liep hij. Was dat zijn debuut, hè? Ja, als een soort koeiendans. Zo ongelooflijk. Hij paradeerde hij zo het veld in. Dat was echt prachtig. Ja, maar het is wel raar. Hè? Er is natuurlijk nog een debutant geweest vandaag. En die leeft natuurlijk al een week na deze wedstrijd toe. Dus die kan zich ook voorbereiden. Mm-hmm. En als je als feed official, dan heb je maar één taak. En dat is zorgen dat de wissels goed zijn. Dat je de scheidsrechter ondersteunt daar waar je nodig hebt. En je hebt een heel ander soort voorbereiding. En totdat je in één keer je oortje hoort van, ik kan niet verder. Bereid je maar vast voor. En dan gaat de knop om. En als jij pas 1 seizoen in de keukenkampioendivisie fluit. En nu gelijk in de eredivisie een wedstrijd moet fluiten. Niet zomaar een wedstrijd. Hè? Willem II draait natuurlijk hartstikke goed. Draaide hartstikke goed. Nou, vandaag wel weer wat beter. Dan is dat best wel eventjes slikken voor een video official. Dus ik kan me voorstellen dat je dan wel paraderend het veld op gaat. Van ik zal even laten zien wat ik waard ben en wat ik kan. Maar wilde die denk je echt? Want ik kan me ook voorstellen dat je hebt die oortjes dan open. En dat hij dan na 12 minuten of zo. Dat je zo'n godverdomme kijkt. Ja. En dan hij dan echt zweet op zijn voorhoofd. Oh shit, nu moet ik echt. Ja. Als vierde man, hoeveel procent kans is dat je gaat daar toch echt heen met. Ja, ik ga toch niet fluiten. Klopt. Of moet je een soort van die knop omzetten van, het kan maar zo. Ja, dat blijkt, het kan maar zo. Want als er een assistent uitvalt, moet je ook voor de assistent. Dus ik hoor liever een scheidsrechter zeggen, godverdomme, ik moet eruit dan met een assistent. Want ja, vlaggen wil je me echt niet aandoen. Nee. Maar je moet wel allebei natuurlijk doen dan. Ja. Hoe vaak heb jij professioneel gevlagd? Ik heb nooit in hoeven vallen. Nee, het gebeurt ook niet heel vaak. Maar heeft een vierde man reservekaarten? Wel. Hebben we vorige week bij PSV gezien. Hè? Ja, precies. Ja. Maar dus hij heeft gewoon kaarten voor alles. Je moet eigenlijk kant-en-klaar het veld op kunnen. Maar alleen met deze temperaturen zeggen we gaan eerst naar binnen. Je lange broek uit. Maar als het warm is, zou je in principe gewoon meteen het veld op kunnen.
Maar ja, en ik denk dat de video official in de kleedkamer ook al wat rek- en strekoefening heeft gedaan. Want zeker met deze kou, het zou raar zijn als hij na 5 minuten ook weer met zijn hamstring of met zijn kuit eraf moet. Ja, maar Kevin zat er strak op, want hij stond Fox te woord. Zeiden ja, we gaan over 1,5 minuut verder. Ja. Dus hij stond ook met zijn horloge klaar. Ja, ik zag hij zei, Robin, staan, kom op, 1,5 minuut voorbij. Jongens, hup, de veld op. Ik zit er ook strak op, want wij gaan ook verder. We gaan verder met ADO Den Haag tegen Vitesse. ADO Den Haag komt uit hetzelfde jaar als Snijboom volgens mij. En vier daar 115-jarige jubileum met een punt tegen Vitesse. Ik ben jullie zo zat, hè? Nesi leek omgekocht door een penalty en de daarop volgende rebound te missen. Dus bleef het een bloedeloze 0-0. Tim, ja. Jij wilde het niet over de wedstrijd, maar vooral over de aankopen van ADO hebben. Ja, ik vind het heel risicovol, want Pardew is gekomen en die heeft 8 spelers overzees hier naartoe gehaald. Waarvan er volgens mij 3 totaal niet fit zijn. 2 redelijk en 1 best wel fit gewoon. maar dat is echt heel erg risicovol. Want zij zitten in een noodsituatie. Dan moet er wat bij. Dan zou ik zeggen, kies 2, misschien 3 als je het kan betalen, spelers die de Eredivisie kennen, die er meteen staan. Ik refereer even aan Groningen vorig jaar. Die volgens mij laatste stonden in de winterstop. Toen Bruns, Hassani, Sierhuis en Hankouri haalden. Bruns, die nu toevallig deze week naar concurrent VVV is vertrokken. Dat zou ik veel meer een speler hebben gevonden. ADO heeft best wel degelijke spelers. Hè? Met Immers, met Beugelsdijk. Het zijn gewoon ervaren gasten. Zet lekker Nesiet in de spits. Daar is allemaal niks mis mee. Maar die linksback die erin zal, die De Bok, is echt niet beter dan Meijers bijvoorbeeld. Wat gewoon een Nederlandstalige gozer is. Die kent de Eredivisie. Ik vind het raar. Maar Tim, dit is toch gewoon echt... Wat is dit voor onzin van ADO? Je haalt 6 Britse huurlingen die echt geen klote gespeeld hebben nog. Die gaan niet dit half jaar ervoor zorgen dat ADO erin blijft. Als ze erin blijven is het ondanks die gasten. Nee, die gaan ervoor zorgen dat ze, precies, dat ze eruit gaan. John Gosens, die stond met een trillende onderlip, stond die mensen te woord na de wedstrijd. Want ja, je speelt gewoon je wedstrijd en opeens moet je concurreren met 6 Britse gasten. Ja. Dan halen ze Mick van Buren van Sparta Praag en een of andere Roemeen. En die speelt Engels, dus dan heb je ook nog eens dat. Ja. Maar kijk, ik merk het ook bij mezelf. Ik gun het ADO ook minder. Een rechterflank met Milan van Ewijk, die nu verhuurd is aan Cambuur. En Somerville is hartstikke leuk. En nu heb je De Bok en allemaal rare Engelse spelers waar niemand wat mee heeft. Ja, ik krijg Roda JC gevoelens krijg je bij. Ja. Dat was ook dat ze vreemdelingen. Laat ze maar lekker degraderen. Ja. Jongens, gaan we door naar een wedstrijd misschien meer besteed is aan Jeroen. Dat is namelijk VVV tegen FC Utrecht. Dat werd 1-1 en echt ontbranden deed de wedstrijd niet. Toch is er genoeg om over na te praten. Snijboom 3 penalties. Een heerlijke redding van Kiersbaum en Christian Koem, de gebeten hond. Rondje VAR op afstand te doen? Ja, dit... Kijk, Jeroen, dit zijn toch het zijn 2 hele zure hensballen en een penalty die overgenomen moet worden door een speler die inloopt die niks met moment te maken heeft. Zeg maar, dit is als scheids toch ook niet leuk dan? Of nee. Zeg maar, die penalty opnieuw moeten laten nemen, dat is toch een beslissing die als scheids ook met lood in je schoenen dan moet nemen? Ja, of ik niet? Heb ook liever, als we een spelregels kunnen veranderen, is dat een spelregel die ik zou willen veranderen. Ja. Oh, kan je even die jingle anders opnieuw inzingen? Dan kunnen we nu live... Wat is dit nou voor een regel? Wat zou je dan veranderen? Dat gewoon altijd een strafschop, gewoon de uitwerking van een strafschoppenserie. Gewoon schieten op het doel, gaat hij via de keeper achter, is het een hoekschop. Gaat hij in het doel, is een doelpunt en anders een doelschop. Ah. Ja, maar dus geen toevoegen inlopende speler. Nee, je precies. Kan gewoon wachten tot die strafschop genomen is. Goeie, leuk. Dan want ben je wat, daar in ieder geval vanaf. Want wat ging hier nu precies fout? Koem die gaat op het moment dat de bal geschoten wordt, staat hij in het strafschopgebied. Hij wordt gehouden door de keeper. En Koem is de eerstvolgende speler die dus te vroeg inliep, die de bal speelt. Daardoor ingrijpt in het spel en daardoor moet de VAR ingrijpen. Als Koem de bal niet had gespeeld, hadden we door kunnen voetballen. In principe is de scheidsrechter verantwoordelijk om dit te zien, maar dat gaat zo snel. Een scheidsrechter moet en op de keeper, en op het nemen van de bal, en op de inlopende spelers letten. Dat kan niet. Ken jij alle spelers? Ik ken niet alle spelers. Nee, jij noemt net 6 Britse namen bij ADO, die ken ik. Nee. Maar die hoef je ook niet heel lang te leren kennen als dat Tim legt. Noem je ze bij voornaam in het veld? Vaak achternaam. Ik heb ooit een keer gehad dat ik iemand bij zijn achternaam riep, dacht ik. Maar dat bleek de sponsor te zijn. Ze heette Sikon. Sikon. Ze bleken allemaal hetzelfde te heten. Allemaal broers. Ja. En hoe noemen ze jou? Ja, gewoon vaak wel Jeroen of Scheids. Maar of lul. Lul. Klootzak. Dat soort dingen. Ja. En dan luister ik ook sneller. Hoor. Weet ik zeker dat ik het ben. Dat snap ik. Ik heb een weetje, niemand wil het weten. Ja, ik heb een weetje. Ja, la 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 la. Ik vind het echt lekker, al die jingles.
Ik kan echt van genieten. Zelf ingezongen, jullie ook? Of niet? Zeker. Ja, ja. Ja. Goed, wij hebben geen geld om mensen in te huren. Wij fluiten niet naar Saudi-Arabië. Ik hoop niet. Oké, okay, komt-ie. Het weetje is dat de familie De Boer, dus Frank en Ronald, die doen er alles aan om betrokken te blijven bij het Nederlands voetbal. Frank de Boer heeft namelijk twee beeldschone dochters. Hij heeft er trouwens drie, die allemaal wel beeldschoon zijn. Maar de eentje is in relatie met Joey Coy. Ja. En de ander is in relatie met Kelvin Stenks. Ja. Dus het weetje wordt eigenlijk door Jeroen gegeven. Want mijn vraag is, mag Joey Coy Kelvin Stenks fluiten? Want zij zitten bij elkaar in het kerstdiner, denk ik. Ik denk dat zij af en toe in het weekend elkaar tegenkomen in Huizen de Boer. Ja, mag dat? Ik geloof dat ze ook wel eens samen richting richting Amerika zijn gegaan voor Frank. Maar ja, dat mag. Ja, ik zou niet weten waarom niet. Nou ja, nou, objectiviteit in het geding. Ja, we hebben de VAR, hè? Dus ja. Ja. Oké. Okay. Maar dan mag ik zou ook VVV fluiten, bijvoorbeeld. Dat zou in de kern denk ik ook. Want volgens mij heeft hij dat nog nooit gedaan. Want of wel? Waarom zou dat? Hij is namelijk oud speler van VVV. Okay. Ja. Ik zie daar geen probleem in. Ik denk dat elke scheidsrechter gewoon integer genoeg is om zijn wedstrijden te doen. Ja, dat zal, ja. En het is zeker ook voor de toekomst van Joey. Het is natuurlijk een aankomend talent. En het zou natuurlijk zonde zijn als hij zich daardoor laat beïnvloeden. Maar Joey, dat doet hij echt niet. Je zou hem uit de wind kunnen houden, omdat er ook wel kans is op compensatiegedrag. Ja. Ja, maar dat zullen ze in Zeist moeten bepalen. Ja. Ja. Dat Stenks het veld op komt geel. Ja. Die kreeg nog te goed van gisteravond. Ja. Van 30 seconds. Ja. Dat zou kunnen. Rood voor wat je bij het eten zijn. Ja. Dat zou kunnen. Oké, okay, jongens. PEC Zwolle tegen FC Groningen 1-0. In onze eredivisie kan alles in een week anders zijn. In eerste instantie stond Jeroen Manschot vorige week nog FC Groningen te fluiten. Maar in deze week wonnen ze dus eerst van Ajax thuis. En daarna kregen ze op de broek van een degradatiekandidaat in PEC. Sierhuis, die vorige week nog scoorde tegen zijn oude ploeg Ajax, die is momenteel verkast naar Stade Reims. Jeroen, mag je als scheids eigenlijk ook transfereren naar een andere competitie? Dat zou vast wel mogen, maar of het kan, weet ik niet. Jij kan niet zeggen, ik ga nu in de Premier League aan de slag. Nee, dan zou ik gewoon op het laagste niveau moeten beginnen. Ja? Ja. Oh, je moet je echt opwerken. Natuurlijk wel Mark Lattenburg, die is gestopt in Engeland. En die is daarna de scheidsrechters in Saudi-Arabië aan gaan stellen. En is daar gevraagd door China om in China te gaan fluiten. En dat mag gewoon, ja. Maar dat was gewoon een verzoek vanuit het land zelf. Maar het is niet zo dat als ik nu de Premier League bel, dat ik zeg, ik wil naar de Premier League fluiten. Zo werkt het niet. Nee. Stel, je wordt gebeld door. Stel, de Belgen die zeggen nu: kom bij ons fluiten. Ja. Gewoon vast. En we verdubbelen je salaris. Zou je dan gewoon naar België gaan? Nee. Nee? Tuurlijk wel. Nee. Nee? Nee. Waarom niet? Omdat ik het Nederlands voetbal veel leuker vind. Ik vind het veel attractiever. Ik vind het veel. De stadions zijn veel groter. Zijn veel meer gevuld. Betere voetballers. Niks te nadelen van de Belgen. Maar. Zou jij de Belgische versie van de derde helft opnemen voor het dubbelen van je salaris? 100%. Voor de helft ook. Ja, precies. Dat is ook blij. Hey, luister, even de wedstrijd. PEC, een belangrijke overwinning, denk ik. Ik zou die posten maar lekker laten staan. Ze hebben nu Sierhuis, die is weg. Ze hebben Dajan Redan, wat ik op zich een interessante aankoop vind, gehaald. Mm-hmm. Maar die gaat natuurlijk over een half jaar weer weg. Ja, gehuurd, daarom. Dus geef die Postma, wat een van de grootste talenten is, lekker een kans. Kijk, als Sierhuis nou echt een doelpuntenmachine was geweest, was het een risicootje geweest. Want dan valt dat weg en dan neem je risico met Postma. Laat die jongen lekker staan. Toch? Eigen jeugd. Eventjes weer een beetje budget opbouwen. En er was een lookalike, Titus. Hij zat al 4 minuten met zijn vinger op. Want aanvoerder Mike de Wierik was verschrikkelijk boos. En teleurgesteld in zijn eigen team en in de nederlaag. En er zat een beetje theater bij. Het was een beetje overdreven wat hij allemaal deed. Maar dat komt ook omdat hij niet gewend is om een wedstrijd te verliezen. Het was nou ook niet Mike de Wierik, maar het was Arjen Lubach die daar voor de camera stond te voeteren. Ik was ook een Groninger, toch? Ja, dat is zeker waar, Snijboon. Ik zal hem even laten zien. Jeroen, ken je het concept of niet? Zo is hij toch terechtgekomen. Hij is ooit toegelijk. Ja, dat is wel prima, toch? Ja. Ja, morgen op onze Instagram, mensen. Bedankt. Mag ik hem ook zien of niet? Wij gaan door naar Fortuna Sittard tegen Heerenveen. Dat werd 2-1. Even was er sprake van dat door de Vietnamese gesponsorde bamboefietsen zouden worden gebruikt om de kilometers af te leggen naar Limburg. Uiteindelijk is dat niet gebeurd. Dan kwamen ze gewoon in een busje aangereden. Tim, heb jij ooit een scheidsrechter de huid vol gescholden? Ja, duurt zo lang. Nee, dat durf ik niet. Nee, dat durf ik niet. Echt niet. Nee? Nee. Dat durf ik niet.
Snijboon? Ja, ik wel. Natuurlijk, jij wel. Ik heb in de jeugd wel eens een tweede gele prent ontvangen, omdat ik mijn frustraties de vrijloop liep. Ja. En, ik ben er niet trots op, maar het is wel gebeurd. Oké, en wil je nog iets zeggen over deze wedstrijd? Ik was vooral benieuwd, Jeroen, want Mark Diemers ging helemaal los, hè? Ja, ik zag net een clipje voorbij komen. Volgens mij riep die dingen als je bent een Mogol en zo tegen de scheidsrechter. Ja. Maar wie was de scheids dan? Die maakte zijn debuut vandaag. Nou, dat was ook lekker dus. Ja. Maar, ja, die wordt getest. Maar we hadden het erover. En jij zei van ja, dit gebeurt. Nu staat het op beeld omdat het heel overdreven is. Maar er wordt best wel veel gezegd. En er mag ook best wel veel. Ja, wij praten heel veel met spelers. En spelers praten heel veel met ons. En er wordt van ons wel eens verwacht van kan de communicatie niet naar buiten. Ik zeg altijd wel, dat vind ik prima. Maar dan vind ik dat alle spelers een microfoontje moeten dragen. Want dan moeten de mensen thuis ook horen wat spelers tegen ons zeggen. Mm-hmm. En we zitten wel in een mannenwereld. Dus we hoeven niet met meneer Manschot of meneer de scheidsrechter. Soms vloept er wel eens wat anders uit. En dat gebeurt over en weer. Wat hier geroepen is, weet ik niet. En ik denk dat Ingmar vast ook iets terug heeft gezegd. En ik geloof dat Diemers ook zijn excuses heeft aangeboden daarna. Ik zou het zo graag willen dat zo'n speler dan gewoon bijvoorbeeld tegen Jeroen zegt, je bent zo'n klootzak. En dat Jeroen dan zegt, heb je jezelf les gezien, lul? Dat gebeurt wel eens. Ja? Ja. Ik heb wel eens regelmatig dat een speler naar je toe komt en dan zeggen, scheids, je kan er helemaal niks van. En dan zeggen ze, ja dat klopt, ik ben ook een opleiding. Of als ze hem in de tweede ring schieten, 10 minuten later loop je langs en zeg ik, je kan er zelf ook helemaal niks van. Het lijkt me echt heerlijk als ze zegt, scheids, je kan er helemaal niks van, dat je dan zegt, ja je moeder vond wat anders. En dat zou ik dan weer niet zeggen. Maar... Dat ze het over mijn moeder zeggen, oké. Oké, we gaan naar de laatste wedstrijd. FC Twente tegen Sparta Rotterdam. Dat werd 2-0. Twente lijkt op de weg terug. En pakt weer 3 punten. Jeroen, ze en vooral Tim zeggen dat Noah Lang nogal arrogant overkomt. Wie is beter ten eerste mee eens? En wie is dan volgens jou de meest arrogant? Arrogante speler van de Eredivisie. Ik ben het er niet mee eens. Zover ik Noah ken in het veld, heb ik daar geen negatieve ervaringen mee. Het kan op beeld misschien wel uitzien, hè, dat iemand een arrogante houding heeft, maar ik heb het dus niet zo meegemaakt. En wie is de meest arrogante speler? Zijn er echt spelers die echt geen blik waarde gunnen? Nee, ik ben het eerder andersom. Want spelers willen altijd iets van mij en ik hoef niet altijd iets van spelers. Dus ik zal eerder... Je bent heel hard to get in het veld. Ik ben heel hard to get, ja. Nee, ik zal eerder wegdraaien dat een speler dat doet. Want een speler wil van mij graag iets hebben. En soms moet ik daar gewoon niet mee gaan. En dan draai ik me maar weg en loop ik weg. En dan ben ik de arrogante loon. Maar dat hard to get werkt best wel goed bij jou. Want jij bent de eerste gast die een vrouw heeft meegenomen die nu in de studio zit meegemaakt. Tijdens de uitzending. Dat is de manager. Ja, precies. Oké, ik zal geen verdere vragen stellen. Ik heb nog niks. Je hebt nog geen echt verkeerde dingen gezegd. Want er zijn nog geen handgebaren van achter gekomen. Nee, dat klopt. En coaches? Trainers, zitten er daar vervelende... Ja, we hadden het hier voor de uitzending even over. Dat Henk Vreese-Fraser het jou wees op een corner van 60 meter afstand. Ja, gisteren bij Twente Sparta. Of inderdaad, dat was niet jij, maar toen zou... Ja. Ja, dan de trainer. Ja, kom ik echt uitstekend, hoor. Met voedselvergiftiging mee weten. Ja. De trainer gaf in een interview aan dat het onbegrijpelijk was dat de arbitrage het op zo'n korte afstand niet kon zien. En dat hij het op 60 meter wel meteen zag. Dat is toch top, hè? Ja, als een trainer 10 keer met zijn armen in de lucht gaat, dan zal hij vast wel een keer gelijk hebben. En in dit geval heeft hij gelijk. En Henk is wel een type die gewoon ook altijd met respect omgaat. Die gaat ook gewoon naar de wedstrijd, komt er naar je toe, geeft hij een hand. Wie is niet zo'n type? Die is niet een arrogante type. Nee, die is niet zo'n type die... Hij wil echt graag naam horen. Ja, ik wil gewoon even weten wie die nou... Ik heb op dit moment niet in Nederland trainers waarvan ik denk... En andersom, spelers of trainers waarvan je denkt, als ik hun moet fluiten, dat is chill, want hij is zo aardig. Of met hem kom ik er altijd wel uit. Ja, dat had ik dus met Van Bommel heel erg. En dat begrijpen mensen niet, want die vonden hem juist heel... Jurgen Streppel had ik dat vroeger altijd. Oh, Willem Jansen is zeker ook heel aardig, of niet? Willem Jansen? Ik heb daar geen probleem mee. Denk, Willem Jansen denk altijd, als je niet fan bent van Utrecht, is het de meest gehaat speler van de Eredivisie. Maar als je fan bent van Utrecht, vind je fantastisch volgens mij. Maar ik ben volgens geen fan van Utrecht. Nee, maar hij is wel heel aardig, maar het is wel een lul. Een aardige lul. Ja. Misschien dat. Ja. Jongens, we zijn al een beetje in verzand, maar we gaan nu eindigen met Fantalk, waarin luisteraars vragen kunnen insturen over wat dan ook. Hallo fans, wie gaat er zinnen? Wie is Tom? Om te beginnen bij R.J. Barense, die vraagt welk derde helft lid zou de beste scheidsrechter zijn volgens Jeroen Manschot? Ik denk Tim.
Ja? Ja. En waarom dan? Nou, als ik hem hoor praten over de voetbal, over tactieken, ook dat linksbenige rechtsachter moeten gaan staan en zo. Ja. Dat is leuk, hè? Ja. Dat is leuk. Ongelooflijk. Ja. Mag ik wat aan jou vragen? Ja, tuurlijk. Ik heb hem ook ingestuurd. Zie je hem staan of niet? Ja, ben jij @TN23? Dat ben ik, ja. En hij is aan Jeroen. Ja. Jeroen, die warming-up van de arbitrage is toch een aanfluiting. Dat komt van Tim. De warming-up van de arbitrage. Ik vind dat echt comedy cape. En van vooral grensrechters, die dan ook nepvlaggen maken. Nepvlaggen, wat is dat nou? Maar dat doen we in Nederland, doen we dat niet, hoor. Dat hebben we bij Telstar laatst gehad, dat waren Belgen. En we hebben het ooit een keer gehad in Europa League en in de Champions League, dat we met de additionals werkten. Degene op de achterlijn, zeg maar, een stokje. Die zuurstofferde. Ja. En die deed dan inderdaad nep kijken, alsof de bal wel of niet achterlijn was, terwijl er niks... Dat zijn comedy capers. Ja. Dat is toch niet normaal? Maar dat doen wij als Nederlandse arbitrage, heb ik ze nog niet kunnen ontdekken. Ah ja. Maar als jouw assistent dat zou doen, zou je dan zeggen, doe jij ze even heel gauw normaal? Dat denk ik wel, ga jij maar even wisselen met de vierde man. Ja. Mag je dat er niet, maar... Sorry, ik heb een heel veel vragen ineens. Mag je ook een grensgeel geven? Want je mag de trainer ook geel geven. Nee. Waarom niet? Omdat het een official is, een wedstrijdofficial en geen teamofficial. Net als politieagenten, die hoeven zich ook nooit aan de regels te houden, toch? Ja. Wat zit je nou? Jongens, laatste vraag. Je bent zo'n rare Jeroen, man eigenlijk. Jeroen Overschie, die wil van Jeroen Manschot weten wanneer je voor het laatst brak bent geweest. Voor het laatst brak ben geweest? Ja. Ah. Nou ja, vanmorgen. Ja? Ja. Ja, ik kwam redelijk brak het vliegtuig uit. Maar als in brak, omdat je gewoon heel moe was? Of omdat je heel veel gedronken had in het vliegtuig? Nee, moe. Okay. En wanneer echt gewoon van een goede borrel? Die trainingskampen van de KNVB, die gaan ook helemaal los, toch altijd? Niet meer. Dat is in Turkije geweest. Ja, ja, maar, sinds ze over dat balkon klommen, mag dat allemaal niet meer. Ja, ja. Ja, je moet toch je onderbroek pakken, hè? Ga je dan zuipen met elkaar op zo'n trainingskamp toen? Nou, dat is zuipen. Je neemt een borrel. Kijk, je bent een man onder elkaar en je drinkt allemaal wel eens gewoon een drankje. En, nou ja, dat doen voetballers, dat doen scheidsrechters, dat doen mannen. Tim, het zijn net mensen, hè? Ja, het zijn echt net mensen, ja. Nee, ik heb echt serieus, denk een jaar of 2-3 geleden was ik op Utrecht Centraal en ik stond, toen was ik niet brak, maar toen had ik wel zin in gewoon lekker wat te eten. Ja. Ja, wat kan je nog eten halen zo laat? Nou, dat is waarschijnlijk een kroket uit de muur. Uh-huh. En dat stond ook letterlijk op Twitter door een verslaggever. Ondertussen haalt scheidsrechter Manschot een kroket uit de muur. Dat was dus nieuwswaardig. En er stond ook allemaal berichten onder. Ja, het is net een mens. Ja. Blijkbaar mag dat niet. En blijkbaar mogen wij als sporters niet een kroket eten of een biertje drinken. Jeroen, van ons mag alles. Hartstikke bedankt dat je er was. Want het zit er voor deze uitzending weer op. Wij zijn er in ieder geval volgende week weer. Volgens mij zit hier dan Barend van Delen. Ik kijk even naar jullie. Radio DJ van 538. Maar voor nu nogmaals bedankt en voor luisteraar tot over een week.